Wij zijn hier in de Kardinaal Mercierlijn in Berchem. Dat is een huis dat sinds 1958 in bezit is van de familie. En wij zijn zelf niet de bewoner hier, maar wij trachten dus dat huis zo goed mogelijk in orde te houden in het kader van de regelgeving en ook van isolatienormen die tegenwoordig toch wel van toepassing zijn. Maar nu, sinds het dat geïsoleerd is, dat ongelooflijk verschil. Sinds vorig jaar hebben wij de daken voorzien van isolatie. De thermografische kaart geeft ook duidelijk weer dat we nu goed geïsoleerd zijn. Ja, dat is aan koud. Je moet op je computer zoom in op je dak weergeven en dan kom je in die site terecht en met enkele klikken kom je dus op je kaart terecht, het huis dat je moet invullen en dan kun je zien of je dak goed geïsoleerd is of niet. Dat is ons huis. Ik ben blij dat we dat huis op een bepaalde manier goed kunnen onderhouden. Het is natuurlijk zo, op dit moment als eigenaar verdient je daar niet veel aan. Voordat je dat terug eruit hebt, ben je wel jaren bezig. Maar gelukkig bestaan die hulpmiddeltjes, die groene lening, die premie die het er nog is. Dus zodanig dat je toch een zekere recuperatie krijgt van de onkosten die je gedaan hebt als eigenaar. Tot dan. Nee. Het zou natuurlijk kunnen dat als je zegt, god, ik verkoop het, dan moet een nieuwe koper maar zien wat dat er mee doet. Maar als je het in orde brengt, het is voor je eigen kinderen of kleinkinderen die er ook geen kosten meer aan hebben. In het kader van de verplichte regelgeving dat je tegen 2020 je daken volledig moet geïsoleerd hebben. Warmteverlies via uw dak is slecht voor uw portemonnee en het milieu. Daarom bracht de stad dat warmteverlies in kaart op een nieuwe thermografische foto. Ga op zoek naar uw eigen dak via zoominopuwdak.be, ga langs bij het Ecohuis of surf naar een website voor meer advies en info over premies en leningen.